Yes, Tim hier weer van Dordt Sport. We hebben weer drie nieuwe sportakkoorden gesloten. Uniek Sporten, IJssporten en natuurlijk Urban Sports. En daar ga ik jullie meer over vertellen. We hebben een onderzoek laten doen naar de Urban Sports in Dordrecht. Nou, het is super groot. We hebben allemaal calisthenicsparken in Dordrecht. We hebben een oranje park met basketbal, zoals je hier achter ook ziet tijdens de gymles. Wordt ook weer gebasketbald. En we hebben natuurlijk een heel gaaf skatepark in Dordrecht. Maas Plaza. Staat zelfs in de Tony Hawk game en de Skate XL game. Hoe kick is dat? Nou, uit het onderzoek is gekomen, laten we een bijeenkomst organiseren met alle grote spelers in Dordrecht. En laten we dan met elkaar een sportakkoord sluiten. Ik hoor jullie nu al denken, Urban Sports, wat is dat nou eigenlijk allemaal? Nou, ik heb het een beetje opgezocht. Urban Sports, we hebben het dan over basketbal, bootcamp, boulderen, calisthenics, freerunnen, stuntsteppen, skateboarden. Urban golf zelfs, urban streetfall, de kruif- en de kraaiencheckkoorts, street volley. Nou echt, je kan met water, wakeboarden. Nou, ik heb hier een hele lijst, dat is dus Urban Sports. Nou, tevens ben ik benoemd als urban sportregisseur. Ik laat eigenlijk de urban scene zoveel mogelijk zelf doen, maar als ze vragen hebben, weten ze in ieder geval mij te vinden. Voor de mensen die het nog niet weten, hier is mijn mailadres onder. Nou, verder hebben we natuurlijk een gave bijeenkomst gehad, daar kunnen we... Ja, de urban sporters kunnen daar urban vouchers ook aanvragen van €500. Om gave events te doen, projecten, nou, noem het allemaal op, activiteiten. Nou, dan hebben we eigenlijk een mooie bijeenkomst met elkaar gehad. En wil je dat even checken? Nou, thanks voor het kijken en vergeet vooral die urban vouchers niet aan te vragen. Ciao!